What you need to do is catch up with them. Yo, what up beste kijkers en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Asset Island op de DAD server natuurlijk. Vandaag wil ik met jullie hebben over de uitdagingen. En ja, wat zijn uitdagingen? Nou ja, normaal zou je dan zeggen, gewoon ja, uitdagingen. Nou, dan is dat simpel, zat je gaat naar eiland en dan heb je hier ergens uitdagingen. Nee, nee guys, je doet eigenlijk even slash, dan doe je uitdagingen, slash uitdagingen. Nou ja, dan zie je hier allemaal dingen. Deze heb ik bijvoorbeeld al gehaald. Kabbelmaker. Ik heb al 64 kabbel ingeleverd. En ik zie daar een Enderman die mijn zandblokje had. Dus dat vind ik helemaal niet eerlijk. Maar zoals jullie zien, kan je hier eigenlijk. Dit is eigenlijk een. Ja, hoe zou ik zeggen? Een manier om verschillende credits te krijgen. Ik kan bijvoorbeeld. Nou ja, als je dit kan. Ja, je kan het constant doen trouwens, guys. Hier heb je bijvoorbeeld. Je krijgt XP 10 voor. Je krijgt de Leather Reward en Money Reward 5 credits. Kobblemaker, power enchantment level bla bla bla, level novice complete. Maak een cobblestone generator en haak 64 cobblestone. Het is heel simpel, je gaat gewoon hier de hele tijd even kijken, waar was het ook weer? Was een cobblestone generator, was hier, was dit volgens mij. Je gaat ondertussen, ga je gewoon even 64 kobbel hakken, zeg maar. En hakken. En hakken. En hakken. Nou ja, ondertussen hak je gewoon 64 cobblestone eigenlijk. En dan kan je die straks inleveren. Dat ik jullie zo meteen even laten zien, want anders duurt het weer zo lang. Dus ik zie jullie in ieder geval zo weer terug. Yo guys, en welkom terug. Nou, zoals jullie zien heb ik 64, nou ja, officieel 70 kobbel nou gehakt. Mijn pickaxe is bijna kapot, dus dat is op zich wel een beetje KUT. Maar dan maakt het zo wel uit dat ik heb nog een pickaxe. Maar dan laat ik jullie even zien wat je moet doen. Nou ja, je gaat weer naar slash uitdagingen. Je kijkt naar de kobbelmaker, je klikt erop. Zie je? En je krijgt namelijk leather. Je krijgt 5 credits. En awesome leather. Ja, leather kan je straks weer gebruiken voor alles. Oké, dat is gefixt en zo. Dus als jullie zien heb ik namelijk credits bijgekregen. Ik doe slash geld. En zie je, ik heb nou 41 credits. Oh, wat is hier gebeurd? Hallo? Hi! Lekkage. Was je het je bedoelt, hè? Nee, maar zo kan je een beetje geld verdienen. En als je wil weten wat je met dat geld kan doen, dan is het besluit. Je gaat naar eiland. Je gaat naar open de minishop. Nou, dan zie je hier allemaal dingen wat je tot nu toe nog kan kopen. Je kan natuurlijk binnenkort, het is nog een beta. Dus er zouden vast en zeker nog wel meer dingen kunnen komen. Je hebt bijvoorbeeld de lava bucket, kan je kopen. Je kan namelijk dirt kopen. Je kan namelijk iron bars kopen. Dirt heb ik al een paar keer gekocht, namelijk omdat ik wat dirt te weinig kon. Iron bars kan je kopen. Je kan grass blocks kopen. Dat is ideaal als je bijvoorbeeld een keer gras kwijt bent, kan je een grass block kopen. Je kan diamond, nou ja, zoals je ziet is 200 credits. Dus diamond is gewoon waardevol hier. Je kan een potion op waterbreeding houden die dat je in het water kan namelijk. Als je wil verder gaan met bouwen is het ideaal. Ga ik misschien binnenkort ook wel een keer doen. Je kan een peer kopen. Dat is 300 credits. Je kan een dark oak sapling kopen. En je kan extended night vision kopen. En ik geloof dat je verschillende dingen allemaal kan kopen nog. Wat helemaal uitbreidbaar is. En dat is op zich wel awesome. Maar dan laat ik jullie ondertussen mijn eilandje even een beetje zien. Is door die Oh! Wacht eens even, die Enderman, die liep immers met zand. Dus die heeft waarschijnlijk die zand hier weggepakt. Is dat water hier gegaan? Die Enderman heeft hier gestaan. Kon geen kant op, is dood gegaan. Logic. Nou ja, boeien. Oh ja, voor de mensen die vragen van waarom is hier een bedrock. Bedrock moet je gewoon laten staan. Niet vragen of de staf dat wil weghalen. Staf doet het ook niet. Het is namelijk je spawn point. En ja, als dat er niet is, dan is je eiland gewoon stoek. Is gewoon stoek. Maar ik wil even ondertussen jullie mijn mooie eilandje even laten zien. Kijk eens, guys. Oh, dan denk je ervan, waarom heb je allemaal van die cactus? Hey. What the fuck, er is een koe gespawnd. Hey koe. Koe. Hey koe. Ik heb 6 blokjes. Dat gaat denk ik niet werken. Kom op koe. Ja, goed zo koe. Even kijken. Wat heb ik. Oh, die koe moet ik even gelijk even vangen, guys. Want anders weet ik het weer. Gaat hij straks het water in. Maar ja, zoals jullie zien heb ik mijn eiland een beetje uitgebreid. En ja, het is een beetje nodig. Want namelijk spawnen. Dus die spawnen straks. Dus spawnen ook allemaal mobs. Zoals deze lieve schattige spiders. Die s'avonds natuurlijk mij aanvallen altijd. Hey, ja. Hey, doe maar. Hey, 2. Hey, 2. Ah. Dat is goed. Er zit hier nog een koe. Toch? Koe? Ja. En een er zit ook een creeper bij. Oh my god. Shit, 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 shit. Ik heb ook wood planks. Ik kan natuurlijk een fence gaan maken. Ja, weet je wat? Ik maak gewoon een fence en doe ik vast die koe er vast. Dat lijkt me een goed idee. Kijk, zo. Als het goed is heb ik hier een crafting table. Daar heb ik een crafting table natuurlijk. Heb ik daar een crafting table. Ik pak ik gewoon de helft. Dan doen we zo. En dan pakken we zo. En dan doen we... Oh ja, dit is trouwens wel met de oude manier, guys. Heel veel zeggen van... Waarom kan ik geen fences maken? Waarom niet dit? Waarom niet dat? Heel simpel, guys. Je moet eigenlijk gewoon op de oude manier dus weer fences maken in 1.7. Normaal heb je nou planks nodig. Maar dan weten jullie dat alvast. Dat je dat zo moet doen. Kom, koetje. Ik heb overal hopelijk genoeg verlicht. Koetje, kom. Oh, shit, shit. Koei. Oh, wacht even. Ik doe eerst even zo. Wat gaan we de koe doen? Hier zo? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
En zo, zo, zo. En dan zo. Moeten we daar de koe in lokken? Oké. Hebben wij weed? Dat is de vraag. Hebben wij weed? Want dan kan ik hem namelijk makkelijker lokken. Dus we gaan even kijken. Hebben wij weed? Kan ik in ieder geval paren met die twee? Dat is wel super. Oké. Helaas moet ik hem denk ik wel een beetje... Want koeien kunnen volgens mij niet tegen... Ik dacht dat ze niet tegen de regen konden. Dus dan moet ik ook even rekening mee houden. Heb ik weed? Ik heb hier geen weed in. Nee, ik heb hier zo te zien geen weed in. Heb ik hierboven nog weed dan? Ik hoop het wel, want ik heb het namelijk nodig. Kijken. Yes, ik heb 3 weed zelfs. Dus ik pak gewoon 1. En dan gaan we ondertussen dat beestje even lokken. Even kijken. Oh, koetje, koetjeboe. Waar ben je? Daar is koetjeboe. Kom, koetje. Ik dacht ik een skeleton horen. Nee, ja, ik zou wel gek zijn. Oké, koetje. Njummy. Njummy, njummy, njummy. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar. Kom maar. Au. Nee, nee, niet koetje. Niet koetje, koetje fijn. Ja, koetje. Oké, motherfucker. Motherfucker, waar ben je? Waar ben je? Oh, dat motherfucker. Je hebt mazzel dat ik honger heb, want anders had ik op je afgereden en had ik je lang gekild. Bam, zo. Is klaar. Oh my god, ik heb honger. Ik geef die weed even op berg, want dan weet ik het straks wel weer. Even kijken. Gaan we hier even naartoe. Doe daar mijn mooie weed even in. En dan ga ik even snel even een dakje bouwen. Dus ik heb even wat kobbel nodig. Even tijdelijk even een kobbeldakje. Je weet maar nooit. Straks gaan namelijk, gaat het regenen. En dan ben ik straks mijn koetje kwijt. En dat wil ik niet. Even kijken. Weet je wat? Ik ga gewoon even snel wat... Doe maar. Ja. Goed zo. Ja, guys. Het is nog een beta. Dus het kan af en toe nog wat buggy zijn. Dus ik snap dat jullie wel zoiets hebben van... Ja, er is bloklag. Oh, er is hier last van. Maar guys, dat noemen ze een beta. Met betas heb je wel eens problemen. Hey, Deskus. Wil je Minecraft verkering? Oh my god. Ja, soms... Als je soms hier in creative gaat op een server, heb je ook wel eens zoiets van... Ja, jongens, wat verzinnen jullie voor spellen? Echt, dan heb je skin battles, heb je... Oké, dat is op zich nog wel grappig. En laatste keer had je een keer iets met school en dat soort dingen. Dat was ook wel weer grappig, dus ja. Oké, dan gaan we even kijken. Dan gaan we even de... cobblestone gaan we gelijk even boven de koe doen. Ik kan niet rennen, nee, want ik ben moe. Even... Oh, kut. Oh, kut. Oh, kut. Kijk, 1. 2. Haha, King Catch. Oh, wacht eens even. Doe ik eens een spin. No! Bitch, kom hier. Kom hier, I kill you. I kill you, bitch. Bye. Mooi. Dit is maar een tijdelijk dakje. Zodat hij in ieder geval droog zit. Zo. Koetje zit nou droog. Oh ja, daar nog een. Oh shit, kom ik weer te kort. Oh my god, dat heb ik. Wacht eens even. Nee, dan staat er zo'n zwevend dak. Oh, hoeveel heb ik nog nodig dan? Ik heb er nog 3 nodig, oké. Oké, maakt niet zoveel. Dan gaan we nog even 3 pakken. Moeten we weer naar onderen, moeten we naar de koppelgenerator en dan moeten we daar weer hakken. Je blijft zo bezig, guys. Maar ja, lang leven Asset Island. Het blijft een leuke game, het blijft een leuke game. Zo, ja. Spelen jullie trouwens al Asset Island, guys? En hoe ver zijn jullie al met jullie eiland? Want het lijkt me een keer tof om gewoon een keer een aflevering later, verder, als we wat verder zijn, misschien een keer een aflevering te doen. Waar jullie bijvoorbeeld die voorkomen, dat ik eens een keer op jullie eiland kom en dat jullie laten zien van... Dus ik heb dit gemaakt. Wow, Casalio, Casalio, Casalio. Ik heb dit gemaakt. Ik heb zus gemaakt. Geen probleem hoor. Dat is geen probleem. Dan kom ik gewoon een keertje langs. Ik wil sowieso even kijken wat ik de volgende aflevering doe. Ik zit zelf te denken om de volgende aflevering misschien te beginnen met een kobbelgenerator. What the fuck, dat heb ik al gedaan. Met een mob spawner. Ja, heb ik op zich nog niet nodig. Of zou ik beginnen met het bouwen van een huisje. Maar ja, ik heb nog niet genoeg hout. Of zou ik gewoon beginnen met ruilen, weet je wel. Ik heb nog genoeg spullen nodig namelijk. En misschien dat ik dan moet gaan ruilen of zo. Wat? Heeft een Enderman nou die daar geplaatst? What the fuck? Ik word gewoon... Wat? Serieus, ik word gewoon gestalkt door een Enderman. Die zit gewoon te... Die loopt mij gewoon te trollen. Ik weet het zeker. What the fuck? Wat... Vindt hij dat leuk of zo? Holy shit, is die cent hè? Weg toen... Ik word gewoon getrold door een Enderman. Serieus. Ik weet niet waar het beest is, maar voor mij zit hij mij gewoon te trollen. Ik weet het gewoon 100% zeker. Nou ja. We pakken die... Mooi, dankjewel. Heb je hier erbij. En die zetten we mooi daarbij. Op, zo, klaar. En dan vind ik het ook weer genoeg geweest vandaag, guys. Wat willen jullie dat ik de volgende aflevering doe? Laat even achter. Ik kan natuurlijk ook nog zeggen dat jullie zeggen van... Nou ja, maak maar een mooi bord hier. Geven wij je opdrachten. En ga je kijken wanneer je die gaat uitvoeren. Kan ik ook doen. Geen probleem. Ik wil sowieso nog een mooi huisje voor mezelf maken. Want ja, wat heb ik nou? Een bunker. Nou ja, een beginbunker. Maar ik zou wel... Als ook de volgende aflevering iets ruilen met de spelen bijvoorbeeld. Laat achter in de reacties. Vinden jullie dit een toffe video, guys? Beloon dat dan gewoon met een blauwe duimpje. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug bij een nieuwe video van Asset Island. Voor nu zeg ik mensen bedankt. Tot de volgende keer en later.